Heel vaak bent u online bezig, u wordt ergens lid van, u klikt op dingen en ja hoor, daar komt hij weer, de gebruikersovereenkomst. Nou, ik heb zelf wel het idee dat daarin staat van, nou, we verzamelen alles van u, we geven het door aan derden en als het misgaat is het je eigen schuld. Dat denk ik, daar komt zo'n beetje op neer. En die 70 pagina's stellen de juridische tekst, nou, dat gaat u toch niet lezen. Maar is dat wel zo? Marketing, dat is het eerste onderwerp waar we het nu over gaan hebben bij TikTok Late Night. We zijn daarom ook wel blij dat we de directeur hebben van de Dutch Dialogue Marketing Association. Die mensen gaan over marketing, want ja, het internet moet ook ergens van betaald worden. Hoe doen ze nou dat nou? Wat mag wel, wat mag niet? We gaan daarom praten met Diana Jansen. Hoi Diana, nou, hey, welkom hier bij TikTok Late Night. Ja, dank je voor een ontvangst. Ja, gezellig hè, ja, muziekje goed, erbij en zo, ja. Bar is open. De Dutch Dialogue Marketing Association. Daar zitten alle bedrijven in Nederland aan vast die iets met marketing doen, neem ik aan. Daar zitten 275 bedrijven zijn daarbij aangesloten die bezig zijn met marketing, ja. Oké, want als ik nou online ben, hè, en bijvoorbeeld bij Ticket Office of Marktplaats, of weet ik het wat, ik altijd van die pop-ups. Gaat u akkoord met onze voorwaarden? Mm-hmm. Nou, ik lees ze nooit, maar ik klik dan ja. Nou, soms krijg je hele nare reclames, soms niet. Mm-hmm. Wat mogen ze nou wel, wat mogen ze nou niet daarin zetten? Nou, je mag er van alles in zetten. Mm-hmm. Ik zou je daarbij wel altijd adviseren om binnen de wet te blijven natuurlijk. Maar als je het hebt over privacy en wat kan je wel en wat kan je niet op het gebied van privacy... Dan is wat wij zeggen, en wat ook in de wet zo staat en in onze gedragscodes, komt eigenlijk in geval 1, 2 en 3 neer op openheid, openheid, openheid. Oftewel transparantie, transparantie, transparantie. Ja. Vertel wat je doet. Ja, en 70 pagina's tellende tekst, die ga je niet lezen natuurlijk. Nou, dat is dus een van de dingen. Zorg dat mensen op een geïnformeerde manier kennis nemen van wat jij wilt delen. Ja. Dat is belangrijk. Want dat transparantie, ja, ik gebruik het woord eigenlijk liever niet. Omdat het al zo vaak gebruikt wordt. Laten we zeggen, openheid is de kern van wat de privacywetgeving bedoelt. Mm-hmm. Je moet naast die openheid natuurlijk ook vertellen wat jij doet met gegevens die jij van mensen verzamelt. Je mag niet zomaar alles verzamelen. Je moet wel een doel hebben. Dat doel moet je ook kenbaar maken. Ja, maar als mijn doel is zoveel mogelijk spullen verkopen, dan ga ik ook zoveel mogelijk verzamelen natuurlijk. Nou, je moet daarbij wel een evenwicht vinden tussen wat is het nodig voor mij om van jou te weten om mijn product te verkopen. Kun je een voorbeeld geven waarbij je zegt van nou dat kan nog net wel en een voorbeeld waarvan je zegt van nou dat kan eigenlijk net niet meer. Ja, dat vind ik heel lastig. Ja, ik noem zo maar 1, 2, 3 zit ik. Nou, maar wat denk ik wel belangrijk, want je hebt het over marketing en daarom sta ik hier. Wat bij marketing geldt en wat je waar bijvoorbeeld een waarvoor andere doeleinden je niet aan hoeft te houden, is het absoluut recht van verzet dat je hebt als consument. Ja. Dus als jij iets niet wilt, kan je mij dat laten weten en moet ik jou. Stel, ik stuur jou een reclame via de gewone post en jij zegt, nou dat wil ik niet. Dan moet jij, als jij dat tegen mij vertelt, dan haal ik jou uit mijn lijst, stuur ik jou geen post meer. Dat recht heb jij. Dat mag. Dat recht heb jij, ja. Okay. En daar kan je gebruik van maken. Dat is een recht waarvan ik vind dat te weinig mensen ervan op de hoogte zijn. En daar kan je gewoon gebruik van maken. En als ze dat niet doen, naar wie moet ik dan toe? Want om nou rechtszaak aan te spannen voor een vervelende reclame, dat gaat wat ver. Maar kun je dat ergens melden of zo? Als het mensen zijn die het privacy waarborg voeren, bij ons zijn aangesloten, kan je bij ons klagen. Bij het klachtenloket van Privacy Waarborg. Heeft één doel, zorgen dat de klacht wordt opgelost. Punt. Ja. Je kunt klagen bij Consuwijzer. Je kunt klagen bij de Stichting Reclamecode. Oké. Iets wat ik zelf altijd wel heel opvallend vind, als ik bijvoorbeeld, misschien kent u dat wel, dan koop je ergens online een kaartje van een of ander event. En nou, dan heb je browser afgesloten, ga je weer verder met surfen. En de volgende dag krijg je ineens een reclame van datzelfde event. Hoe doen ze dat nou? Want dat weten ze dus, daar heb ik naar zitten kijken. Dus blijkbaar ben ik daar gevoelig voor. Ja, ze weten dan niet dat ik het kaartje al gekocht heb. Dat is dan weer een beetje dom natuurlijk. Maar dan krijg je dus reclame door wat je daarvoor hebt gedaan. Hoe doen ze dat nou? Het zou kunnen dat er een cookie bij jou is geplaatst. Ja. En een cookie dat is?
Dat is een klein tekstbestandje dat op jouw randapparatuur wordt geplaatst en waarin men kan aflezen wat jouw surfgedrag is, bijvoorbeeld. Oké, dus dan kunnen ze mij in de gaten houden. Maar dat mag toch niet zomaar? Het mag niet meer sinds 5 juni. Sinds 5 juni moet je aan twee verplichtingen voldoen. 1, informeren dat je een cookie plaatst. Dat moest ook al. En nieuw is dat je toestemming moet vragen om een cookie te plaatsen. Oh, dus ik krijg nog een pop-up erbij. Dat veroorzaakt nogal wat gedoe, ja. Het toestemming vragen. Ja, je ziet ook dat heel veel overheidssites ook niet voldoen aan de vereisten dat je cookies moet vragen. Ja. Omdat zij zelf ook cookies plaatsen. Dus de overheid het zelf al niet doen, want die marketeers dan wel. Maar dat, en jullie zijn natuurlijk een Nederlandse organisatie. Dus als ik op een Amerikaanse site ga, dan hoeft dat allemaal niet, die cookies weergeven. Nou ja, als jij een bedrijf bent dat in Amerika is gevestigd, dan... goed. Op dit moment is het zo dat je je daar niet aan houdt, dat je je daar niet aan hoeft te houden. Nog zijn er regels in Brussel in de maak, waar men er van uitgaat dat je je wel aan de regel moet houden. Dat wanneer jij je richt op burgers in de Europese Unie, ook al ben jij een Amerikaans bedrijf, ook al ben je Google of Facebook, moet je je houden aan de Europese wet. Dat is er al, dat komt nog. Dat gaat, dat is er is een nieuwe conceptversie. Die nog besproken moet worden, natuurlijk in het parlement. Okay, ja, het is Europa, dat duurt even. Het is Europa, maar, duurt even. Maar wat kan ik daar zelf van doen? Want wat ik dan bijvoorbeeld irritant vind inderdaad, dan bij Ticket Office, als ik dan voor de dino-show voor mijn dochter een kaartje koop, dan komt ze weer bijna Allah. Maar ik ga ook wel eens naar kickboxgala's. En dan zit mijn dochter zitten surfen, mijn dochter van 10. Ja. En dan komen van die knokkende mannen door het beeld. Ja, dat vind ik niet zo fijn. Ja. Kan ik er iets aan doen? Nou, kijk, het belangrijkste, denk ik, wat je los van de informatie die je moet geven als bedrijf. Als je het hebt over rechten en plichten. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen die online gaat ook weet wat hij of zij doet. Wees je bewust van de gegevens die je achterlaat. Ja. Kijk, voor een bedrijf geldt dat je informatie moet geven. Je moet zorgen... Kijk, in marketing is vertrouwen heel belangrijk. En dat wordt alleen nog maar belangrijker in de toekomst. Ben je het vertrouwen kwijt van degene die jij wilt benaderen, dan is het gewoon afgelopen. Ja. Maar wees je als burger ook bewust van het feit dat je digitale sporen achterlaat. Ja. Er lopen hele goede, interessante programma's om de burger bewust te maken. Digivaardig, digibewust is zo'n programma. Ja. Maar ik vind dat daar nog steeds aanzienlijk meer aandacht voor zou moeten komen. Ja, digivaardig, digibewust, hè, zit ECP ook in. En het ministerie van Elie betaalt dat, geloof ik. Die hebben ook die consuwijze. Ja. Jullie hebben zelf ook nog een boekje uitgebracht, hè, wat je als consument hieraan kunt doen. Ja. Wij hebben een week of twee geleden het boek Grip op reclame uitgebracht. En wat daarin staat is een overzicht van de regels. Ja. Via de verschillende kanalen, via post, via telefoon, via social media, online. Wat zijn je rechten als consument? Als jij bepaalde uitingen niet meer wilt ontvangen, wat moet je dan doen om te zorgen dat je ze niet meer ontvangt? Oké. En waar kan ik die krijgen? Op onze website. En krijg je zeker ook vervelende cookies bij, of niet? Nee, wij plaatsen... Wij zijn roomser dan de paus. Wij voldoen, wij voldoen helemaal aan de wet. Ja. Nou ja, het klinkt goed in ieder geval. Hopelijk krijgen jullie hiermee iets meer grip op reclame. Het zijn wel de Nederlandse organisaties die er dan wat aan doen. Daar zijn heel veel internationale organisaties bij, hoor. En die hebben het hierdoor ook best moeilijk. Want je zal er maar voor staan dat je voor elk land... Want die cookie-richtlijn wordt in elk land in Europa ongeveer weer anders geïmplementeerd. Dus je zal toch KLM zijn of je zal TomTom zijn, die straks ook een van de sprekers is. Jij moet dus, hoe groot is Nederland nou? Je bent zo buiten de grenzen, je moet bij elk land weer aan andere regels voldoen. Nou, zijn er voorlopig nog niet uit. Niet fijn, maar kijk vooral naar grip op reclame, dan weet je wat je rechten zijn. Okay. Maak er gebruik van. Nou, hartelijk dank. Goed. Dankjewel, Diana. Hey, dag. Diana Jansen.